En gisteren staakten de leraren in het basisonderwijs een uurtje. En pas nadat ze opvang hadden geregeld voor alle kinderen en koffie hadden gezet voor de wachtende ouders en alvast een taakje op het bord hadden geschreven voor de kinderen die toch vast in de klas wilden gaan zitten. En toen gingen ze naar het Malieveld, tenminste na schooltijd. En pas toen ze alles van vandaag hadden nagekeken en de les voor morgen alvast hadden voorbereid. Kortom, keiharde actie. Het was een godswonder dat er überhaupt nog een paar duizend leraren op het Malieveld stonden voor minder werkdruk en een fatsoenlijk salaris. En de NOS kopte boze leraren overhandigen petitie aan Tweede Kamer. En die boze leraren die klonken zo toen bekend werd hoe vaak die petitie ondertekend was. Dat we wel richting die 350.000 zouden gaan. Ah, check dit! Check! Jee, check dit. Een hele blije meester. Met duizenden andere blije meesters en juffen. Die moesten lachen omdat hij zo lekker stond te stuntelen met een enorm bordkartonnen petitie. Als dit een boze leraar is, dan is niet alleen het onderwijs, maar heel het land verloren. Dit zijn de mensen die onze kinderen op hun flikker moeten geven als ze hun fidget spinner in de oogkast van een klasgenootje drukken. Of de iCloud-account met pikante plaatjes van de juf hacken. Of een pijpbom knutselen om het kantoor van de directeur op te blazen. Of weet ik wat voor kattenkwaad de jeugd van tegenwoordig allemaal uithaalt. Ik ben geen voorstander van lijfstraf. Ik vind het goed dat we een liniaal niet meer gebruiken om mee te slaan, maar gewoon waar die voor bedoeld is, propjes door de klas katapulteren. Maar misschien is dit wel het probleem van de leraar. In een notendop, we hebben ze afgeleerd om boos te worden met allemaal pedagogisch verantwoorde methodes. Ze leggen dingen uit en ze geven grenzen aan. En als ze dan ondanks hun opleiding durven één keer uit hun slof te schieten, dan staat er een boze ouder op de stoep die dreigt met de inspectie of de Raad voor de Kinderbescherming of gewoon twee blote vuisten. Ze worden niet meer boos en dat begint ze lelijk op te breken. Er verscheen vandaag geen enkele leraar hees op school van het woedende schreeuwen gisteren. Het enige dat ze aan de demonstratie overhielden waren de foto's die ze vanmorgen op het digitale schoolbord lieten zien, waarbij ze natuurlijk meteen even uitlegden wie al die Kamerleden op de foto waren, zodat de kinderen in afval nog wat van opgestoken hebben. Is het allemaal niet voor niks geweest. En dat terwijl we boze leraren juist nodig hebben, harder dan ooit. Strenge, onaantastbare autoriteiten om angstig tegenop te kijken. We snakken ernaar, want er valt nog genoeg te corrigeren in dit land. Ik las bijvoorbeeld dat Groningen de eerste provincie is waar wordt geëxperimenteerd met 5G. Supersnel internet. En ik las ook dat een goedmakertje is voor de aardbevingen. Het stond er echt, zodat bij de volgende verzakking mensen foto's van een verwoeste woning heel snel naar de NAM kunnen sturen en dan ook al binnen 10 seconden een mailtje terug hebben waarin staat dat ze niks zullen krijgen. Wat zullen de Groningers daarmee in hun nopjes zijn? 5G op de schaal van Richter. Misschien moeten we onze leraren allemaal een weekje naar Groningen sturen, zodat ze daar weer leren hoe ze boos moeten worden, want daar weten ze het nog wel. Ik wil ze woedend zien, die leraren van ons. Echt huiveringwekkend boos. Ik wil dat de computer van Gerrit Salle morgen niet meer opstart en dat er een rood scherm verschijnt. Wil jij weer bij je bestanden, Gerrit? Dan ga als de sodemieter maar eens regelen dat de leraren fatsoenlijk worden betaald, meneer de informateur. En als je dat geregeld hebt, dan mag jij je bestandjes weer terug. En tot die tijd liggen ze gewoon hier bij ons in de la. En je blijft vandaag net zo lang na totdat je het geregeld hebt, want we hebben je toegangspasje ook geblokkeerd. Dus je komt de deur niet meer uit, Gerrit. En wat zit je te lachen? Denk je dat ik een grapje maak? Vind je dit leuk, Gerrit? Prima. Morgen een werkstuk van 10 kantjes over de rol van Shell in de klimaatverandering en jouw werk als commissaris daar. En denk om je spellingen. Commissaris is met 6 nullen. En als je dat werkstukje af hebt. Als je dat werkstukje af hebt, dan mag je nog een bonus van 20%. Dat zijn dus twee kantjes over hoeveel lerarensalaris er in één bankiersbonus gaan. En Mark, hallo Mark, haal die grijns van je gezicht, jongen. Ik ben leraar op een basisschool in een krimpgemeente in het aardbevingsgebied in Groningen. Ik bepaal wel wanneer er hier weer wat te lachen valt. Afgesproken? Goed zo. Dat, lieve leraren van Nederland, dat is een boze leraar. Hou je niet in. Wees boos. We hebben jullie nodig. Dank jullie wel.